let's go. Het is zover, dag nummer 3 alweer. En wat gaat de tijd toch snel. De sfeer in en rondom het stadion is al geweldig. Maar dat is ook niet zo gek. Na het succes van Chirandi gisteren op de 100 meter. Ook vandaag beloof weer een geweldig groot succes te worden. Alle kaarten zijn uitverkocht. En om 21:15 s'avonds, het hoogtepunt van de dag, Daphne. We gaan er weer een geweldige dag van maken. Let's go. Altijd al op de foto gewild met je favoriete atleet? Dat kan bij onze Social Zone. Hebben jullie een beetje zin in vandaag? Ja, zeker wel. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Nou, het gaat allemaal prima. De zon moet nog even komen. We moeten direct de gordijnen openschuiven. En dan hopen we dat het net zo'n zonnige dag wordt als gisteren. Met op het slot, net als gisteren, Chirandi, vanavond Daphne. Nou, dan gaan we het voor de tweede gauw, hè? U heeft er het volle vertrouwen in? Dat komt helemaal goed. Nou, Nicky, hoe voelt dat nu om dit van zo dichtbij allemaal mee te mogen maken? Ben je heel zenuwachtig voor je vriendin? Ja, ik ben niet zo gewend om tussen zo'n mensenmassa te staan. Dat is voor mij allemaal nieuw. Nee, onzin. Nee, joh, het is hartstikke leuk. Ik stond hier een maandje geleden nog niet eens voor de Flying Dutch natuurlijk. Dus toen stond het natuurlijk helemaal vol met mensen die gingen feesten. En nu zitten er allemaal toeschouwers voor atletiek. Ja, dat is superleuk om dat mee te maken. Enorm verschil. Je bent door naar de halve finale. Ja, zeker. Heel fijn gevoel. Ja, voelt het goed? Ja, ik ben vol excitement en ik heb er helemaal zin in. Had je ook verwacht dat dit ging gebeuren? Nou, het was wel realistisch, maar ik was wel erg zenuwachtig. Dus ik ben blij dat de eerste erop zit. Mm-hmm. En nu morgen gewoon heel hard lopen en heb ik zin in. Nou, Nadine. Hoe gaat het met je? Gisteren helaas niet door, maar dat neemt niet weg dat het gewoon hartstikke goed met je gaat, toch? Ja, zeker. Ik ben fit, gezond, dus dat is nu heel belangrijk. Jammer dat het niet goed ging gisteren, maar ja, eigenlijk was dat ook wel enigszins te verwachten. Dus op naar Rio! Ja, ik vind het enorm leuk. Ik heb een ontzettend prachtige dag, vooral met de Nederlandse successen. Die al geweest zijn en die ons nog te wachten staan. Kids, vertel eens, hoe hebben jullie het vandaag? Heel leuk! Zoals je hebt kunnen zien was het weer een geweldige dag voor de Social Zone. Ik kan in ieder geval niet wachten op de komende 2 dagen. Ik zie je morgen weer. Doei doei!